Als je het ziet staan in de berm, zou je het niet zeggen. Maar in fluitenkruid zit een stofje dat wij mensen goed kunnen gebruiken in de strijd tegen kanker. Fluitenkruid gebruikt dit om te voorkomen dat de wortels worden opgegeten door insecten. Dus dit is een soort bescherming tegen verraad. En de insecten die gaan dood als ze dit eten. Nou, dit is een celdodende stof. En wij maken dus gebruik van hetzelfde stofje om onze tumoren, die dus snel delen, om die ook te doden. Om de stof echt te kunnen gebruiken als middel tegen kanker, moet hij in het laboratorium iets worden aangepast. Dat kost nu nog veel te veel tijd. De onderzoekers proberen dat proces te versnellen, bijvoorbeeld met bacteriën. We hebben hier ons normale plantenmateriaal. En die gooien bij onze bacterie, die dan de stof die veel aanwezig is, omzetten naar de stof die wij willen hebben. Het fluitenkruid levert geen nieuw medicijn tegen kanker. Het geneesmiddel bestaat al en wordt gemaakt van een plantje dat groeit in India. Maar dat is bijna uitgestorven en dus dreigt een tekort aan de nodige grondstof. Wij denken als wij de rendementen kunnen halen die we hopen te halen, dat we dan een alternatieve bron krijgen voor het maken van dit geneesmiddel. En dus is het testen, testen en analyseren of het omzetten naar de juiste stof lukt. We hebben hier onze stof die behoorlijk veel aanwezig is in de plant. Maar dit is de stof waar we in geïnteresseerd zijn. Dus we willen deze stof, deze piek kleiner laten worden en deze toe te laten nemen. Of dit lukt moet in 2015 duidelijk zijn. Dan hopen de onderzoekers te weten of het uit kan om dit onkruid in te zetten als middel tegen kanker.